Hebben jullie aan mij vragen, jongens? Alsjeblieft, stel ze me, want daar ben ik tenslotte voor. Dan moest hij aan het volk kunnen laten zien dat hij de koning was. Hoe deed hij dat nou? Nou, hij had de kroon bij zich, de scepter en de rijksappel. En misschien zeg je dat niks, maar hebben jullie de koning van Willem-Alexander gezien? Ja. Er wordt gezegd, in 7 dagen schiep de Heer hemel en aarde en alles. 7 plus 1 is 8. Dat moet de oneindigheid voorstellen. En vandaar dus een 8-kantig kapelletje. En nou is natuurlijk de grote vraag, hoe kon die koning op de 2e verdieping terechtkomen? En die ladder was er nog niet, zal ik je vast vertellen. Maar er wordt altijd gezegd, de lift hadden ze ook nog niet. Als je iets verder naar achter gaat, dan zul je zien dat daar een deurtje zit. Laten we maar even omheen lopen, dan kun je zien waar we net stonden. En dan krijg je misschien een indruk van hoe groot die burcht wel niet was. Is de achter een stadhuis? Nee joh, het stadhuis staat op de Burgstraat en dat was toen ook al. Oorspronkelijk waren er 3 woonhuizen en hebben ze op een gegeven moment hebben ze dat uitgebroken en hebben ze er 1 groot stadhuis van gemaakt. Maar dat stond toen ook al op de Burgstraat. En hebben dus ook 100 jaren lang burgemeester en wethouders naast dit schilderij zitten roken. En dat schilderij was dan ook hartstikke smerig. Hij heeft het hele schilderij met spuug zo schoongemaakt. En jongens, spuug is heel neutraal, tast de verf niet aan en maakt heel goed schoon. Zijn jullie wel eens in Parijs geweest? Ja, wie is wel eens in Parijs geweest? Oké, Eiffeltoren gezien? Ja. Waar heb je dat gedaan? Waar heb je dat gedaan? Foto's. Juist, foto's maken. Nou, dit is een hele antieke foto. Vroeger hadden ze natuurlijk nog geen fotocamera's, maar mensen wilden wel bepaalde hele belangrijke stadsgezichten aan de muur hebben hangen en die werden dan in opdracht geschilderd. Ik vond jullie een hele leuke groep en ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vonden. Dank jullie wel.